Zie je een bericht voor alle wagens? Een bericht voor alle wagens. Elke verdachte beweging wordt onmiddellijk geschoten. Nou, Jury, je bent onlangs aangenomen, toch? Ja. Weet je naar je zin? Deze week. Ah, ik heb het wel naar mijn zin. Rustig, mooi. Hey, het volgende. We lopen nu naar het station binnen. Ik heb mijn thuis hier al vaker geweest, maar we gaan je even uitleggen hoe het hier werkt. Op de perrons moet je al in bezit zijn van de geldige vervoersbewijs. Dus dan moet je wel even op letten als je mensen controleert. Als ze zeggen van nee, heb ik niet, moet je niet sowieso hebben. Ja, maar je staat ook nog niet in de metro, dus dat is prima. Maar, dus ja. Hier binnenkomen is gewoon betalen, eigenlijk. Juist. Mag jij even die twee mensen daar voor mij controleren? Goedendag dames, zou ik rijbewijs... Geen rijbewijs, hè? Nou, top is hartstikke in orde. Bedankt. Nou, kijk, zo mooi die fout maakte ik ook in het begin, dus dat... ook even leuk om terug te horen hoe stom andere mensen ook kunnen zijn dan. Matthijs, doe je deze dan even? Ja. Goeiedag mevrouw, controle even op een vervoersbewijs. Ja. Ja, was in orde, dank u wel. Fijne dag nog. Hi, how are you? The job is awesome. I love my boss. Hallo, hallo. Goeiedag, RTK-controle, mag ik uw vervoersbewijs even zien? Ja, super, dank u wel. Zit daar nog een mevrouw? Goeiedag, RTK-controle, mag ik uw vervoersbewijs even zien? Hele goedemiddag, RTK-controle, zou ik even vervoersbewijs mogen zien? Van beide. Ja, dank u wel. Ja, in orde, fijne dag nog. Dan gaan we hier eens even naar beneden. Staat er iemand tegen de automaat aan te hangen? Goeiedag, heer. Goeiedag. RTK controle, mag ik even vervoerbewijs zien? Die heb ik niet, maar ik zit er nog niet in de metro. Nee, maar op dit perron is het verplicht om in bezit te zijn van een geldige vervoerswijs als u op het perron bevindt. Oh ja, maar ik heb hem nou niet. Dat betekent wel dat u in overtraining bent. Met u op deze verstaande gehouden, heeft voor mij geldige identiteitsbewijs. Dat heb ik ook niet. U heeft niks bij u. Ik vergeet het thuis. Ik kan even snel voelen of ik misschien iets een ander pasje heb. Ja, als u even maar wil kijken, anders kan er nog een boete bovenop komen van 90 euro, dus... Ik heb hier een schoolpasje. Nou, heeft er nou een BSN op staan? Nee, alleen naam en foto, geboortedatum. Ja, meneer, dat zou dan dus moeten gaan betekenen dat ik u aan moet gaan houden. Nou, waarom dat dan? Omdat u geen geldig identiteitsbewijs kan overleggen. Maar ik doe toch niks fout? Ik heb alleen... De metro is er nog niet. Nee, maar u bent niet in het bezit van een geldig vervoersbewijs op dit perron en dat is strafbaar. De poortjes gingen gewoon open. Nou, mooi zomaar. Ja, ik kon gewoon doorlopen. Ja, dan bent u waarschijnlijk achter iemand aangelopen. Op de poortjes stond toevallig nog open van de persoon die voor u liep. Maar als u gewoon voorbij de... Als u voorbij de poortjes bent, staan ook gewoon huisregels bij het perron. Of bij het station bedoel ik, bij de ingang. Daar staat ook gewoon dat u moet betalen op dat u voordat u naar binnen gaat. Voor het kaartje. Dus ik kan niet zeggen dat u het niet gezien heeft, dat u het niet weet. Dat is eigenlijk onzin. Anneke nog staat te kopen. Nee meneer, want dat had u al voor de poortjes moeten doen. Echt niet? Nee, kan niet. Dus u heeft geen geldige identiteitsbewijs bij u? Ja, dit pasje hem. Ga ik hem bij deze vorderen? Ik vorder bij deze uw geldige identiteitsbewijs. Als u daar niet aan voldoet, wordt u aangehouden. Ja, wat ik net al zei, ik heb alleen dit pasje bij, meer heb ik niet. Oké, dan gaan we even iemand erbij halen. Centrale mag van u kan de Klukkemaar C-resistentie op perron 1 van Rotterdam Diek Airport. In verband met iemand zonder geldige identiteitsbewijs. Meneer, het is nou, even kijken, 15:58 uur.
We hebben deze aangehouden, ter zake van het idee. Dat betekent dat er zometeen wordt voorgeleid aan een officier van justitie. Hulpofficier van justitie, mijn excuus. Deze gaat de verdere zaken met u afhandelen. Ik krijg sowieso een procesverbaal voor het niet hebben van een geldige vervoersbewijs. Die is 55 euro. En er kan nog een boete bovenop komen van de wet ID, maar daar gaan wij niet over. En die is 90 euro. Ja, als het zo is, dan zal het wel. Ik heb hier wel gewoon geld bij, dus een kaartje kan ik gewoon kopen. Maar ja, omdat die open ging, dacht ik dat het nog niet nodig was. Nee, maar dan had je gewoon even beter moeten kijken, man. Kom op. Mag ik wel een colaatje kopen? Je mag van mij best wel een colaatje kopen, hoor. Vind ik geen enkel probleem. Jury. Ja. Kan je van mij voor per ongeluk 2 gaan staan, voor het geval als die gaat rennen? Ga je deze kant even, Matthijs? Yes. Jury, kom hier bij de trap hoor. Hoeft niet zo ver. Hij kan nergens anders naar buiten. Meneer. Ja? Dan mag de colaatje even in uw zak doen. Mag u even met uw gezicht naar de automaat gaan staan? Ik ga voor u en mijn veiligheid ga ik u even boeien. Zou ik het colaatje dan even op de automaat zetten? Misschien wel makkelijker voor u. Van mij mag dat hoor, geen enkel probleem. Ik zal even kijken of de marge C... Ja, doe dat even. Meneer, mag u even uw armen spreiden op schouderhoogte? Dan ga ik even bij u de boeien aanslaan. Thuis mochten ze tegenkomen, gaan naar de ingang. Yo, we zijn hier. Yo. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Even voor jullie, wij komen dadelijk naar boven, dus jullie kunnen hier in feite blijven. Dat is een persoon aangehouden op het idee en die moet even zo dadelijk met jullie mee. Ja, top. Dus ik zal even vragen hoe het ervoor staat. Maar ik moest voor jullie aan jullie doorgeven dat we naar de hoofdingang kwamen. Ah, en komen ze al trouwens. Ja, ja. Oké, prima. Goedemiddag, meneer. Anton de Koninklijke Marseillais, dus mijn collega Daan. En ik heb gehoord dat u bent aangehouden. Kan dat kloppen? Ja, blijkbaar. Ja, wat heeft hij gedaan, meneer? Nou ja, ja, ik heb blijkbaar geen geldig vervoerbewijs en ben mijn ID vergeten thuis. Ja, dat is niet zo slim, hè, meneer? Nee, dat klopt. Maar ja, de poortjes gingen open, dus ik dacht dat ik goed door kon lopen. Nou, dat vind ik wel heel toevallig. Dat zou mijn collega ook wel vast verteld hebben. Je bent gewoon achter iemand aangelopen. Maar ja, dat is niet op dat moment het ergste probleem. Kun je even meenemen naar het bureau, dan wordt het daar verder uitgezocht. Oké? Okay? Ja. Oké. Okay, de volgende, hij is om 15:58 is die aangehouden. Ja. Dus vanuit daar gaat de tijd in. Wij komen ook even naar jullie bureau toe. Om even alles in te vullen, aanhangingsprofé, et cetera. Ja, top. Dus dan is die bij deze, is die van jullie. Is goed, dan is meneer al gefouilleerd? Nee, meneer is nog niet gefouilleerd. Ja, dan eens even doen. Jij mag even meelopen, dan gaan we u even tegen de muur zetten. Dan mag u even uw armen spreiden en doen we heel even de boeien los. Voor mij even een rondje om die gasten, jongens, als je veilig. Oké, top. U heeft niks te zien bij. Dan gaan we even u meenemen naar de auto. Meneer bent aangehouden, u heeft recht op een advocaat, u heeft recht om te zwijgen. Als het u zegt zal en kan worden u tegengebruikt, heeft u recht te begrijpen. Ja, ik heb begrepen. Dat we mogen mee. Ik ben niet zo slim, hè, meneer. Ik wil een keer gewoon meenemen. Geldig rijbewijs of rijbewijs, zeg ik nou. Goedemorgen. Dat zei mijn collega net ook al, dus oh, ja, maakt dat maar niet uit. Ja, joh, vraag. Allemaal hetzelfde straatje. Het is vroeg. Het is nog 6:00 hè, jongens. Oh nee, 4:00 middags. Vergeet me. Ja, toevallig. Ja. Dat foutje nooit hebt gemaakt. Nee, daarom. Ik ook pas bij je. Had hij voor de rest nog wel bij zich of niet? Sorry? Had hij voor de rest nog wel bij zich? Wacht even, zal ik even die poort voor je openmaken? Wacht maar even. Ja, toch. Nee, alleen is een rijbewijs. Ja, kom maar. Bedenk me nou, ik ben mijn blikje verreden. Ja, die gaan we zo meteen nog even ophalen, kom goed.